Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het moment is aangebroken. Na een periode van, hoe lang zijn we ongeveer bezig geweest nu? Een week of acht. Een week of acht met opvulling, hè? Ja, u heeft dat keurig weten te camoufleren met het petje. Ja. Dit is uitstekend gegaan. Ik denk dat we een prima huidwinst gemaakt hebben. Het haar is ook niet zo dun geworden. Het is prachtig voor reconstructie. Ik zal kijken of ik fysiologisch zout erbij kan spuiten. Ik zal nog eventjes via de vulnippel die in de ballon, aan de ballon zit en onder de huid is aangebracht, zal ik nog even wat vocht bijvullen. Het naaldje gaat erin. En met deze ballon kunnen we, met deze spuit kunnen we de ballon nog een weinig bijvullen. Dat is om toch vlak voor de operatie, die we toch met een klein uur gaan beginnen, nog wat extra spanning aan die haar te geven, nog een klein beetje bij te rekken. Nu voelt u wat komen? Ja. Zo. Ja, behoorlijk, hè? Zo, als u het even wil vasthouden, dan zal ik nog even laten zien hoe de ballon aanwezig is. Ik zal de ballon eens even hier overheen leggen. Heeft u er al één ballon in? Ballon zit erin, ja. Dit is de paardenhoefballon. Op zijn Hollands, de horseshoe expander in het Engels. En u ziet dat dit vulslangetje loopt onder de huid hier naartoe. En u ziet hier zit ook een naaldje in. Dit is onder de huid op de schedel gelegd. En via dit vulslangetje wordt dus in de loop van 2 maanden die ballon opgevuld tot we dit niveau bereiken. En dit is een prima resultaat wat dus de expansie betreft. Want u kunt zich dus voorstellen dat we nu zo bij de operatie in eerste instantie natuurlijk de ballon leeg laten lopen. We maken de oude incisie hier open. Ballon wordt eruit gehaald. En dan hebben we een groot stuk behaarde huid gekregen. En u kunt zich dat het beste voorstellen als de hengsel van een emmer die we er zo overheen trekken. Wij helpen alleen die mensen waarvan wij absoluut overtuigd zijn dat ze deze hele periode door kunnen komen. Want ben je eenmaal begonnen, is er moeilijk een weg terug. En zou je teruggaan halverwege, ja, dan is de ellende niet te overzien. Dus daarom, bij dit soort chirurgie, moet je zeer streng selecteren. U bent ervan overtuigd dat het de enige methode eigenlijk is? Ja, de enige methode in ieder geval waarbij je op een nette manier weer haar op je hoofd kan krijgen. Krijgt u veel slachtoffers, noem ik ze maar, verpeste koppen door de zogenaamde haarinstituten hier? Ja, daar zijn wij wel een beetje van geschrokken zo in de loop der jaren. Kijk, er is eigenlijk een wildgroei ontstaan van allerlei instituten die ons inziens rücksichtloos maar bezig zijn met mensen haar op het hoofd te verkopen. En ik leg het accent hier op verkopen, omdat wij altijd het idee hebben dat er meer aandacht besteed wordt aan de portefeuille van de klanten in dit geval. He, dan de werkelijke mogelijkheden die ze kunnen bieden. Ik heb een tijd geleden een meneer gehad, die kwam hier. Deze man die had een toupet op zijn hoofd. En die toupet was vastgezet met een hele dikke nylon draad die op diverse plaatsen gewoon door zijn schedelhuid gehaald was. En dat was nou niet van de laatste tijd, maar dat gebeurde al jaren en dat werd steeds weer opnieuw erheen gehaald. Het gevolg was dat die hele schedelhuid doorploegd was met die draad. Er steeds infecties daarbij ontstaan waren. En het gevolg was enorme littekenvorming met bulten en flarden op zijn hoofd. Zodat we dat dus uiteindelijk helemaal hebben moeten corrigeren. Maar het zijn toch artsen daar? Ja, deze instituten, wat ik ervan begrepen heb, die worden
toch meestal gedreven door niet-medici. Waar dan een arts aanwezig is die dan het medische, tussen aanhalingstekens, werk doet. Maar wij krijgen toch de indruk dat dat de vlag is die de lading dekt. Hoe denkt u eigenlijk over dat nido-haar? Ja, dat nido-haar, dat is dus kunsthaar. Daar worden dus nylondraden worden met een naaldje door de huid gehaald, zodat je steeds lussen krijgt. En dat is gewoon vraag om ellende. Het is een bekend feit. Als je vreemd materiaal in het lichaam brengt en het er half uit laat hangen, dat vraagt om infecties. En dat zien we dan ook. Mensen die kaalheid hebben, die voelen zich een beetje gegeneerd. Als het mislukt is, nog veel meer gêne hebben. Men schaamt zich ervoor en men wil niet naar voren treden. En dat is nou juist zo jammer, want als dat nou wel zou kunnen, dan zou er misschien wel wat aan gedaan kunnen worden.